Hij was pas 21 jaar. In de nacht van zaterdag op zondag bezoekt hij een dancefeest in de Westergasfabriek in Amsterdam. Nadat hij onwel wordt, wordt hij in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht, waar hij later overlijdt. Op Facebook stromen de reacties binnen. En ook in Oude Wetering is het gesprek van de dag. Toen ik dit ook hoorde, geloofde ik het ook echt niet. En toen kreeg ik een foto te zien van iemand van de app en toen zag ik dat hij het wel was, helaas. Dat is echt te gek voor woorden. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Het is echt heel erg. En ze zijn hier echt in het dorp echt heel erg van geschrokken. Dat op deze manier... Een hechte kliek, die kinderen. Kliek. Ja. En dat ze wel hopen dat het een les is voor anderen. Dat ze daaruit... Dat daaruit blijkt dat het dus heel heftig is wat hier gebeurd is. En dat dat echt door die drugs, dat kan gebeuren. De politie denkt dus dat er drugs in het spel zijn. Maar volgens inwoners is daarmee nog niet alles gezegd. Ja, je weet maar nooit of een ander wat in je drankje doet of dat je het zelf doet. Het is gewoon vreselijk.